Vroeger waren filosofen krachtige mensen. Marcus Aurelius, een keizer, weet je wel, groots leven. Krijgt met een hoop te maken, met een hoop te dealen. Leeft wat hij opschrijft. Tegenwoordig, de filosofen van vandaag de dag, zijn van die theewaterfilosofen, hebben al een zogezegde wijsheid uit boekjes zonder echt levenservaring. Zonder een groots leven. En die spreken over wat ze geloven, niet over wat ze leven. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put. Het is tijd voor hoofdstuk nummer 8 van het boek. Inner De titel van vandaag. Ben je klaar voor? Ja. Your best thinking is what got you to where you are today. Ik was net aan het denken. Die zin die slingerde dusjan regelmatig naar mijn hoofd in het begin. <laughs> dan was ik met hem in gesprek en dan deelde ik iets. En dan zei hij. Well, just listen to what you just said. That's your best thinking. Your best thinking. Has gotten you where you are today, but it doesn't bring you any further. Ik dacht, oh ja. En dat was tijd om op te letten. Dus wat is lang geleden, maar dit is een, 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 een briljant bulletin, wat hij ooit exact. geschreven heeft. Hoe we deze podcast aan gaan pakken vandaag is: ik lees een alinea. Jij geeft daar een korte aanvulling op, of gewoon to the point gebaseerd op die alinea. Ik lees de volgende alinea, jij geeft weer een aanvulling. Um, in plaats van dat we er um, een heel gesprek van maken, wil ik iets meer bij het bulletin zelf blijven. Goed? Yes, ma'am. Sommige stukken zal ik overslaan, maar sommige stukken vind ik belangrijk en uh, ga ik netjes voorlezen. All right. Ik zal af en toe vertalen tussendoor. Voor de echte Hollandse luisteraar. Oké, okay, here we go. If you are not pleased with where you are today, consider that it's your best thinking that got you there. The actions you take. And don't take come from your best thinking. Oftewel, als je niet helemaal happy bent met waar je vandaag de dag staat, realiseer je dan dat dat komt doordat je je beste denken gevolgd hebt. Je beste denken bepaalt welke acties je wel en niet uitvoert. Wat mensen nooit, of toch de mensen die ik ken, nooit doen en wat ik nooit mee heb gemaakt, is iemand zei: Ja, ik heb mijn beste ideeën aan de kant geschoven. Ik ben gegaan voor mijn mindere ideeën, mijn slechte ideeën. Dat heeft niet heel goed uitgepakt. Dus nu schakel ik over naar mijn goede ideeën. Dat gebeurt niet. Nee, dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Nee, nee. nee. Oké, okay. so yes, your best thinking is the culprit. Look at it. Culprit, de vertaling daarvan is dader. Dus jouw beste denken is de dader oh. van. Al je ellende. Alle ellende in je leven. <laughs> maar die veroorzaakt hoe je leven er nu uitziet. De ja. good stuff en de bad stuff. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een, een heel logische referentie naar uh, hoofdstuk van vorige week. Hoofdstuk 7, People are Creators. Daar zit je beste denken. Daar, je, je... Sterker nog, je zou kunnen zeggen, um, je denkt vanuit die creaties. Ja. Dus, iemand met een krachtige inner stance heeft een ander denken als iemand met een zwakke inner stance. Mm -hmm. Sterker nog, je kunt kijken naar dezelfde situatie, komen vanuit een victimpositie, positie Dan vervolgens besluit je: wacht even, dit is, dit is bullshit. En je shift naar een owner-positie en letterlijk, je systeem van denken shift mee. Zonder dat de wereld om je heen verandert, kun je inderdaad gaan van problemen en de wereld is oneerlijk naar eindeloos veel mogelijkheden. Bijvoorbeeld, ja. Zonder dat er in de, in de realiteit iets wijzigt. All right. Volgende linia: People almost always follow their best thinking. When a person is confronted with an obstacle, they do what they think would work best for them. They do what makes sense to them. They do not do what they think would not work. So they listen to and follow their best thinking almost always. Ja. Yeah. Dit behoeft geen toelichting. Dat heeft hij goed uiteengezet. Dat is wat mensen doen. Ja, en dat is wat je net al zei. Hè? Je hebt nog nooit iemand ontmoet die uh, heeft gezegd: Nou, weet je, dit was mijn beste idee. En dit was mijn slechtste idee. Dus ik ben gegaan voor het slechtste idee. Dat heeft niet gewerkt. Dus we gaan nu voor het beste idee. So, zo werkt het nee. gewoon niet. Je volgt altijd jouw beste denken. The average person believes that they should do or not do what makes sense to them. And there. Lies the problem. Ja, natuurlijk. Ja, mensen ondernemen actie op wat zij denken dat het juiste is. Nou, is de vraag: hoe effectief is je denken? Dus voor sommige mensen die hun beste denken volgen, dat heeft geleid tot een hele hoop winnen en een hoop succes. En sommige mensen hebben hun beste denken gevolgd en zitten nu voor 24 jaar vast in de gevangenis, uh, hebben hun uh, eerste faillissement achter de rug. Um, dat is wat het volgen van je beste denken doet. Ja. Zou je daarmee ook kunnen stellen dat um, mensen die redelijk onbewust door de wereld lopen, die volgen nou eenmaal hun beste denken? En that's it. Mensen die zeer bewust door de wereld lopen, die volgen net zo goed hun beste denken, hè? want zo simpel is het. Echter, stellen die wel vaker hun denken überhaupt in twijfel? Hè? Die, en zonder dat ze onzeker, twijfelachtige mensen zijn, zitten die wat vaker achterover en stellen ze zichzelf de vraag. Hmm, Zoals ik deze situatie bekijk, of zoals mijn denken nu werkt, of de gedachten die ik hierover heb, kloppen die? Is dat waar? Is dat logisch? Ja, ja. Nou, dat durven doen leidt tot groei en expansie. Je eigen denken in vraag stellen betekent dat je de mogelijkheid hebt op zijn minst om nieuwe manieren van denken te creëren. Een nieuwe zienswijze, een nieuwe visie te creëren. Ja. De volgende wordt belangrijk. Ja, exact. Hier komt-ie. Just because you believe something is true, does not make it true. It just means you believe it. Eén ding. Dit, dit is één van die zaken, wat, dit is letterlijk wat Duchamp trouwens mee begon. Mijn allereerste opname. Start met het volgende. Heb je die nog? Ja, zeker. Ja, um, en allemaal netjes op een USB-stick. Waar jij zo om moest lachen altijd, om die USB-sticks. Die heb ik heel veilig in een kluis uh, tot het einde der dagen. Die kan lotus eruit halen over tien jaar. Nou, en dan zal ze horen als ze de eerste recording aanzet. Well, so don't believe anything I tell you. And you probably go like, for $175,000, obviously I, I am believe. going to believe everything you say. No, you don't. You don't need to do that. Now, listen. Y your wife, your girlfriend, is called Mandy, right? Yeah. So if Mandy would call you right now, and you would answer the phone, and she would ask you, "So where are you?" and you would say, "Well, I believe I'm in San Francisco." She would probably go like, "Well, believe you either are in San Francisco or you aren't." I would probably say, "Is everything okay, baby?" <laughs> yes. So, and that's how he ended off, like. And, and en Nancy goes like, so where are you? En je zegt like, I believe I'm in the Marriott Hotel. Zullen we in het Nederlands doen. Yeah, dus, Ja, dus ik geloof dat ik in het Marriott Hotel ben. Uh, je vrouw zal waarschijnlijk zeggen, of je bent in het Marriott Hotel of niet. Dus iets geloven heeft geen waarde. Hmm. Wel, <laughs> ik doe het nog één keer in het Engels, één zin. A belief is a substitute for certainty. Dus een geloof, het geloven van iets is de vervanging van ergens zeker ja, zijn. Ja, er zou zijn, um, hé, hey, um, hij gebruikt het volgende voorbeeld. We, we kunnen denken dat Scott nog leeft. En we kunnen het geloven. Maar als we eerlijk zijn, we weten het niet zeker. Waarschijnlijk leeft hij nog. Ja. Maar zeggen, hé, hey, hij leeft nog, is een geloofssysteem. Ja, want we zijn niet in de buurt van Scott, dus we kunnen het op dit moment niet. Nee, dan zou je hem moeten bellen om like het zeker exact. te weten. Ja. Ja, nou als jij gaat kijken naar zoiets als zwaartekracht. Moet je geloven in zwaartekracht om het te laten werken? En het antwoord is nee. Um, dan kijk naar topsporters. De reden waarom ik gewonnen heb is... ik ben nooit gestopt te geloven in mezelf. Is zo'n onzin. Is totale nonsens. Nou zijn het topsporters. Dus het zijn geen performance coaches. Of, uh, mm -hmm. um, dus je kunt het ze niet kwalijk nemen. Maar al zouden ze eerlijker zijn is het... Hé, hey, ik ben nooit gestopt te doen wat nodig is. Exact. Dat is wat ik gedaan de heb. De reden waarom ze gewonnen hebben is door alle trainingen en alle acties en alle niet-acties en alles wat ze wel in hun mond gestopt hebben niet in hun mond gestopt hebben, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, exact. Het werk dat ze gedaan hebben en vervolgens wie ze waren toen ze aan de startlijn verschenen. Ja, ja. ja dus het, je zou kunnen zeggen, hé, hey, het is gelukt ondanks dat je geloofd hebt in jezelf. Het is niet omdat je geloofd hebt in jezelf. Daarnaast, hoe waardeloos is dat? Ik geloof in mezelf. Dus let's zeggen, jij zegt hé, hey, mannen en vrouwen zijn ik net zo sterk, dat is wat ik geloof. En ik ga de box in. En dan zeg ik, oh Mandy, maar je hebt geen skills. En dan zeg jij, ja, maar dat maakt niet uit. Want, want ik, ik, geloof ik, ik geloof in mezelf. Uh, en, en ik denk, als je tegenover Floyd Mayweather staat, dat hij het geloof zo uit je systeem slaat in twee keer. <laughs> Maar dan, ja, als we heel eerlijk gaan zijn. Ja, ja, ja. ja zeker. De, dus dan is het ja, dan geloven we eigenlijk niet meer in onszelf. Dus weet je, wat als we gewoon het praktisch houden en we gooien geloof overboord. Uh, uh, geloof is in de kern een vervanging voor zekerheid. Um, en je handelt gewoon naar je beste denken. En uh, als het niet werkt, dan gooi je het overboord en je creëert iets nieuws. Dus een stuk praktischer. Exact. Exact. En dit, dit zit gekoppeld aan het feit dat mensen hun beste denken geloven. En dat jij het gelooft, maakt het nog geen waarheid. Dat jij gelooft dat jouw beste denken juist is, maakt het nog niet juist. Exact. En ik denk dat we leven in een tijd waarin mensen met hand en tand en alles wat ze hebben, hun denken aan het verdedigen zijn. In plaats van dat ze openstaan voor de mogelijkheid dat hun denken wellicht niet juist is. En dat ze als mens... Groter en krachtiger kunnen worden. door het denken van iemand anders ook eens te onderzoeken. En daar eens voor open te staan. Ja. En dat um, uh, is wat je in, in deze tijd ziet. Nou, oké, okay, door naar de volgende linia: dit is een heel interessante. People resist looking bad and don't want to appear incongruent. In other words, people want to be right and avoid being wrong. It's been said that the desire to be right, to be accepted and approved, and of. approved of, are the strongest forces in nature. Oftewel, er, er wordt gezegd dat de behoefte om gelijk te hebben en om geaccepteerd te worden en om goedgekeurd te worden, dat dat de sterkste krachten in de natuur zijn. So for this reason, the need to question and examine your best thinking. Is often never dealt with. Of... Ja, want we beschermen hoe we denken. Exact. Ja, en we beschermen hoe willen gelijk hebben. Ja, als ons denken niet meer klopt, dan betekent dat wij niet kloppen. Ja. Dus dat betekent dat we onszelf op te geven zouden hebben. Dus de, denk aan de meeste huw, huwelijken waarin mensen een keer ruzie hebben. Na, na verloop van tijd is het, ja, waar hebben jullie ruzie over? Ja, dat weten we niet, maar ik weet alleen nog één ding dat ik, ik heb gelijk heb. <laughs> ja, um, das, dat is de grootste kracht op aarde. Um, Val iemand maar eens aan op zijn idee. Wat je krijgt is het cassettebandje wat afgespeeld wordt, waarin iemand zijn eigen ideeën aan het beschermen is. En ieder conflict komt, af, komt van af van twee partijen die vasthouden aan hun eigen denkwijze en weigeren te kijken naar hoe de ander denkt. Ja. En als je daarbij nog een ander fout maakt en mijn denken is superieur aan jouw denken, dan gaat iemand alleen ja. nog maar verdedigen. Dan activeer je ja. het systeem van iemand. Ja. Dus um, ja, ja... Wat bijna standaard is natuurlijk. Hè, kijk, op het moment dat jij um, gelooft in je eigen denken... en op een missie bent om daar gelijk in te krijgen... dan zul je altijd het tegenovergestelde denken fout maken. En dat is natuurlijk... Kom ik nog een keer terug op wat ik net zei. Dat is gewoon wat we zien in de maatschappij. Dat is gewoon wat we zien in de maatschappij. Ik heb onlangs een, een heel tof gesprek gehad met een ongelooflijke dame. Haar naam is Shore Vestali... En zij is op een missie om um, in, uh, noem het even in, in het medialandschap, in het nieuwe medialandschap, een, een media neer te zetten waarin als je uh, mensen hebt die extreem voor windmolens zijn en geloven in, uh, in uh, klimaat, uh, hoe zeg je dat? Uh, Gekte. Nee, 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 in klimaatproblematiek en noem maar op, dat ze die aan tafel zet en mensen zoals jij die het benoemen als klimaatgekte. En het is haar doel om die mensen terug met elkaar in communicatie te brengen. Ja. Nou, dat vind ik een van de meest nobele dingen die je in deze tijd kunt doen. Ja, ja exact. Ik ben benieuwd uh, hoe, hoe dat uitpakt. Want je hebt wel volwassen mensen nodig, want Absolute. het komt hierop neer. Jij en ik zijn met elkaar in gesprek. Hier hangt een bal. Groen aan jouw kant, rood aan mijn kant. Ja. Hoe dat eindigt in deze maatschappij is ik die bescherm. Nee, nee, nee. Jij ziet het fout. Het is rood. Je bent kleurenblind. Ja, en jij, jij beschermt jouw deel in plaats van dat we besluiten te luisteren. Ons te verplaatsen in een ander, in die ideeën. En kijken vanuit daar als een soort jas die je aan zit. Hoe zit deze jas? Ja. Weet je? En er is zoiets als standvastigheid. Je geeft niet jouw beste denken op voor ieder ander denken. Tuurlijk niet. Het zou een upgrade moeten zijn, maar dat kan pas als je daadwerkelijk leert luisteren naar anderen. Ja. Je verplaatst in anderen en dan vanuit daar eens kijkt. Hé, hey, laat ik dit eens aan doen. Laat ik dit eens aanpassen. Kijken hoe het werkt. En hey, als het werkt, blijf ik het doen. Werkt het niet, gooi ik het aan de kant. Zo simpel kan het zijn. Zo so simpel is het zelfs. Nu, de eerste zin die ik net las was... People resist looking bad and don't want to appear incongruent. Um, nou, why is that? Um, Waarom is dat? Hoe komt dat? Zoals voor, de, voor degene die de podcast langer luisteren. Die weten inmiddels van een reptiele brein. Ja. Een reptiele brein wil beschermen wie we in de kern denken te zijn. Vanuit wie wij zijn, vloeit ons denken voort, zoals we al zeiden: een victim denkt zoals een victim, en een owner denkt zoals een owner. En er is een systeem van denken gebaseerd op je ervaring in het leven, dat wat je mee hebt gekregen, je transparante geloofssystemen. En dan vanuit daar um, leren we dat te beschermen. Want alles en iedereen die daar anders over denkt, voelt voor een reptiele brein zijn aanval. En dat begint onmiddellijk te beschermen. Kijk naar de politiek en volg een debat. Er hoeft maar één ding gezegd te worden. En iemand wordt geactiveerd. En die begint zijn ideeën te beschermen en die begint te verdedigen. Ja. Dat is het mechanisme erachter. Nou, waarom is dit belangrijk voor een leider? Omdat een leider hoort zijn eigen denken in twijfel te kunnen trekken. Zodat je de meest effectieve manier van denken ontwikkelt. Of een manier van denken ontwikkelt die je brengt waar je wil staan. En daarnaast, je zult met mensen hun denken moeten werken. Er komt eigenlijk nog een deel over SDR's. Ja. Daar zul je als leider mee moeten werken. Anders kun je namelijk, denk aan het volgende, makkelijk voorbeeld. Ja. Jij als leider, dit is niet de meest effectieve manier om om te gaan met doelen. Maar laat zeggen, je hebt een sales team. Jij als leider zegt, wij gaan dit jaar voor 100 miljoen verkopen. 50 miljoen vervangen door wat voor jou werkt. En dan heb je daar een groep mensen die zeggen, ja, 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 oké, oké, oké. Ja, dat gaan we doen. Maar als hun reptielenbrein, hun beste denken zegt... Ja, dat gaat nooit lukken. Hij zegt 100 miljoen. Ja, ik ga er niet tegen in hoor, want ik wil geen, geen problemen. Maar 50 miljoen is het maximale wat we kunnen halen. Ja. gaat er dan 100 miljoen onder aan de streep komen of, of limiteren we onszelf daar al tot de 50 miljoen? En je zult merken dat alles wat van buitenaf op ons afgevuurd wordt, een reptiele brein neutraliseert alles. Dus het brengt het toch terug naar wat wij zien als mogelijk. Helder. Zo, zo heb ik ooit een dame gesproken. Dit kwam laatst ook terug in een van de afleveringen. Ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Die volgde ooit een lezing van mij jaren geleden. En die komt naar me toe: die zegt: Dankjewel, dat was echt waardevol. Even één ding, ja, in mijn vakgebied kun je nooit meer dan 25 euro per uur vragen. Dacht ik, oh, wat is dat voor vakgebied? Dat is als schoonheidsspecialist. Mm. Dacht ik, oh, oké. Okay. Hey, dat is haar beste denken. Ja. Haar beste denken zegt. Ah, ik heb nooit meer vragen dan 25 euro. Dat doen mensen misschien wel. Al worden ze daarmee geconfronteerd met hé, hey, ja maar wacht even. Uh, ik ben geweest op vakantie in Firenze. En daar betaalde ik 200 euro voor een behandeling. En die duurde maar 40 minuten. Uh, ja, en dan zie je ja. dus hoe dat ding beschermt. Ja, maar, maar dat is in uh, Firenze. Ja. Maar ik, ik zit hier in Amsterdam, of ik zit hier in Schijndel of ik zit hier in Veldhoven en voor ons kan dat niet. Dat is hoe dat beste denken werkt. En het overschrijft alles ja. wat niet in lijn is met je denken. Ik pak jouw voorbeeld er even bij, hè? want ik vroeg people often resist being. Oh sorry, nee People resist looking bad and don't want to appear incongruent. Um, de, ik pak het voorbeeld van dat sales team, waarvan jij zegt, nou, we, gaan, uh, we hebben afgelopen jaar afgesloten met 50 miljoen en volgend jaar gaan we voor 100 miljoen. Um, wa, dus wat, wat het beschermingsmechanisme, want dat is het uiteindelijk. Hè? People mm -hmm. um, resist looking bad and don't want to appear incongruent. Uh, het is niks anders dan een beschermingsmechanisme, een overlevingsmechanisme. En incongruent is natuurlijk ook. Afgelopen jaar hebben we 50 miljoen gedaan. En komend jaar doen we in één keer 100 miljoen. Maar uh, oh, dat, dat, dat strookt ook niet meer met elkaar. Nee. Exact. Z ja. Zeker niet Waardoor als het we is. we bang zijn dat we slecht, uh, slechter uitzien over uh, voorheen gepresteerde ja. resultaten. Ja, de, de meeste mensen zul je ook zien zodra ze eenmaal een mening hebben. Ja. dan houden ze daar over het algemeen aan vast. Precies. Ja. 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 Ja, dat zie je tot op de dag van vandaag nog steeds met alle, alle COVID-dingen. Uh, Mensen staan nog, zitten nog steeds in een bepaald kamp. In plaats van: Hé, hey, wacht eens even. Dat vind ik zo interessant. Er, er wordt ook gewoon uiteindelijk niet afgedwongen. Dat er een soort van mega evaluatie komt van wat is daar nou eigenlijk allemaal gebeurd in die periode? Wat heeft gewerkt? Wat heeft niet gewerkt? Hoe moeten we een fatsoenlijk plan opstellen? Als nee, ze beschermen hun eigen exact. denken. Ja dat, is, ja, dat is een goed voorbeeld. Ja, en en hun denken het... was zeer incorrect, ineffectief, ja. zeer schadelijk zou je kunnen zeggen. Ja. Um, als je dat niet in twijfel trekt, dat betekent de geschiedenis, geschiedenis gaat zich herhalen. Precies, precies. Ja. En zo ziet het er nu ook uit, want we zijn het niet, we zijn het niet grondig aan het evalueren met z'n allen. Oké, okay. uh, dus dat is dat. Dus, dus mensen um, hebben een weerstand tegen de slecht uitzien, hebben een weerstand tegen de incongruent uitzien. Mensen hebben ook een weerstand tegen uh, geen gelijk hebben. Want gelijk hebben creëert natuurlijk dat je kunt blijven wie je bent. Ja. En als je ongelijk hebt en je moet je ongelijk toegeven, zul je jezelf toch voor een stukje opnieuw uit moeten vinden. En dat wil een deel van ons gewoon niet. Volgende Alinea. People often resist being uncertain, and yet what they are certain of usually causes the most problems. Dus mensen hebben weerstand tegen onzeker zijn. Zeker, niet weten is een exact. van de moeilijkste manieren van zijn voor mensen. Ja. Um, mensen willen dingen graag zeker weten. Ja. Dus ook. Um, iemand is niet helemaal vet en uh, gaat al jaren naar de dokter en ze kunnen het niet vinden. En dan kom je ineens bij een dokter en die zegt, oh ja, dat heb ik wel eens meegemaakt. Hm. Oh, dat is dead. En dan, oké, okay, uh, kunnen we er iets aan doen? Nee, nee, daar kun je niks aan doen. En toch zijn ze opgelucht. Opgelucht, omdat ze weten. Ze zijn van die onzekerheid af. Ja. Um, denk aan, um, ik heb een goede bekende die heeft zichzelf van het leven beroofd ooit. Wat natuurlijk bij de omgeving allerlei vragen. Dat zijn maar waarom heeft hij het gedaan? Waarom dit en waarom dat? En In de kern is het: hij heeft het gedaan omdat hij het gedaan heeft. Hm. En als je iemand bent die kunt leven met onzekerheid. of iemand die kan leven met niet zeker weten. dan is het oké okay dat het. Want het eerlijke antwoord is: niemand weet het. Niemand zal het weten. Nee, blijf, hij heeft geen brief geschreven of niks. Blijf voor dus, altijd speculeren. Ja, eh, precies. En dat is oké. Okay. Als je daar tenminste oké okay mee bent. Als jij kunt leven met onzekerheid. Mijn ervaring is dat mensen daar heel veel moeite mee hebben. En ja. liever heel veel zekerheid hebben. Ja. Ook al is het, ah ja, dat is die ziekte. Je bent geen stap opgeschoten. Maar gewoon, nu heeft het de naam. Geeft mensen rust. Zelden als dit. Um, we hadden het in de vorige afdeling, of afdeling, aflevering. Over um, inner stances. En people are creators. Um, je hebt mensen... Die blijft alleen maar hangen in het eerste deel. Je kunt onderzoeken, hey, welke beslissing heb ik genomen? En je kunt een beslissing nemen, hé, hey, wij zijn geen winnaars, wij zijn geen ondernemers. Ik mag al lang blij zijn als ik gewoon mijn rekeningen kan betalen. Nou, een beslissing in die richting zorgt ervoor dat je amper rond kan komen. Tegelijkertijd, als je dat begint aan te vallen, ook dat beschermen mensen voor zichzelf. Ja, ja maar je weet niet in wat voor familie ik op ben gegroeid... En voor jou is het makkelijk spreken. Dus dat ding wat we allemaal zeker weten en wat we niet eens in vraag stellen, is juist hetgene wat ons altijd achterhoudt. Ja. Hetzelfde als de dame die rondloopt, die zegt: In mijn vakgebied kun je gewoon nooit meer dan 25 euro per uur vragen. Het is niet dat zij dat in vraag stelt. Dat is zo, dus de waarheid. Ja. Nou, en dat is wat een leider zal moeten doen om effectief te kunnen zijn. Ja, en ik, ik denk ook als mens zijn: het doet me denken aan een. Um... Een gesprek wat ik nog niet zo lang geleden heb gehad. met een dame. die. Um, allerlei gezondheidsaandoeningen had. Eigenlijk letterlijk het voorbeeld wat jij zegt. Die had allerlei gezondheidsaandoeningen. En die ging van de ene plek naar de volgende plek naar de volgende plek. en niemand kon er eigenlijk helpen. De ene pil naar de andere pil naar de andere pil. Ze eindigde uiteindelijk met vijftien pillen per dag. die ze moest slikken. en alle, alle problemen waren nog steeds niet voorbij. En zij realiseerde zich op een bepaalde dag. hoe blind vertrouwen. Of geloof, misschien beter gezegd. Ze had in artsen en de medische wereld alsof zij alle antwoorden hadden of moesten hebben voor haar in haar leven. En de dag dat zij zich dat realiseerde, is zij niet alleen haar eigen denken in twijfel gaan trekken. Door te denken. Hey, wacht eens even, vertrouw ik nou gewoon blind op die gasten. Maar is ze ook het denken van die andere mensen in twijfel gaan trekken? Wacht eens even. Klopt dat wel wat zij allemaal zeggen? Ze hebben eigenlijk geen idee. Want ik ben gestart met geen pillen en ik ben twee jaar verder... en ik zit aan vijftien pillen per dag. Wat is hier eigenlijk aan? Dus zij is dat hele systeem in twijfel gaan trekken. En vervolgens is zij een soort van quest gestart... naar hoe kan ik mezelf weer als gezond en krachtig bouwen. Wat er gelukt is, en ondertussen zit zij op nul pillen per dag... en is ze van bijna al haar symptomen af. De reden waarom ik dit vertel is omdat je... je je beste denken en dat wat je gelooft en wat je aanneemt voor waarheid. Zorgt er ook voor dat al die andere mogelijkheden shutdown zijn. Je, je ziet ze niet eens. Terwijl al die andere mogelijkheden voor haar om haar gezondheidsproblemen op te lossen, die waren er al die tijd al. Die waren er al die ja, tijd en zelfs niet in staat om ja, ze te zien. En dan wil je het volgende bekijken: als jij advies gaat aannemen van mensen, je wil alleen maar advies aannemen van mensen waarmee je wil ruilen van positie. Dan heb je het volgende: één ding. Vroeger, groe ik groei op, je leest een boek. Ik denk, dat wat er in een boek staat, is waarheid. Hoe komt het anders in een boek, als je echt jong bent? Hè? Ja. En, en vervolgens, uh, zeg maar, word je ouder. En, Doe en dan Google. Nou, ja, en dan begin je sommige boeken te lezen. En dan denk je, wacht even, wacht, wacht even. De meeste boeken die geschreven zijn, komen helemaal niet voort vanuit een statement uit directe ervaring. Dus letterlijk, waar de schrijver in gelooft, ja. heeft daar er geen ervaring mee. Heeft het niet getoetst in de praktijk. Die kotst dat uit op papier, verkoopt dat aan duizenden mensen. En die nemen dat denken over. Dat is de huidige maatschappij. En komen vooral geen stap verder in hun leven. En toen las ik het boek Straight Line Leadership. En één ding waar me opviel is, dit is, dit is geen airy fairy stuff. Dit is niet iets etherisch, iets vaags. Dit is super direct en to the point. Dit is iemand die dit leeft. Dit is niet, ik geloof dit. Nee, ik, ik leef dit. En dan niet alleen. Met mij leer ik anderen hoe je kunt kijken, zoals hier beschreven staat in het boek. En vervolgens kun je het zelf toepassen en besluiten of het werkt voor jou. Dus een totaal andere insteek. Er wordt hier nooit gevraagd om iets te geloven, wat we zeggen. Hetgene wat je doet is: je past het toe uh, en, en pas het aan als een jas. Past het? Werkt het? Doe het. Past het niet? Gooi het aan de kant, doe iets nieuws. Maar. Dit is eigenlijk, eigenlijk zou het gewoon um, zeg maar, strafbaar gemaakt moeten worden te schrijven over dingen die je gelooft, maar niet leeft. Ja. Maar daar boor, boor je andere mensen ja. mee de grond in. Ja. Tegelijkertijd is het ook, je hebt zelf verantwoordelijkheid te nemen. Zeker vandaag de dag, waarin je geconfronteerd wordt met zoveel uh, fake news, met zoveel. Um, Halve competente mensen. En, en dat komt vanuit één. de, uh, Laat ik zo zeggen, gewoon de mainstream media. Maar ook vanuit allerlei complotdenkers. Je moet kritisch leren denken. Want anders dan word je omver gegooid door de meest bizarre ideeën van mensen. Ja, ja en, en voor je het weet ga je mee in allerlei theorieën die, die gestaafd zijn op niks. Die gewoon letterlijk gestaafd zijn op niks. Maar daar komt die Wat jij net heel mooi uiteenzet is mensen hebben de behoefte aan zekerheid. Dus mensen sluiten zich liever aan bij een groep mensen die een bepaalde theorie nastreven en, en, of, of, of voor ogen houden. En um, nemen dat aan voor zekerheid, als dat ze in niet weten blijven leven. Maar als we heel eerlijk zijn, in de basis verkeren we allemaal in een staat van niet weten, als we heel eerlijk zouden zijn. 100% en uh, ik denk dat degenen die het hardst roepen dat ze de waarheid verkondigen, zijn degenen die het meest in twijfel wil trekken. Ja. Nu! Dit is ook een belangrijke. Nou kan ik meteen iets managen. Oh. Uh, als jij, ik weet niet of het nog zo is, maar ooit was het als ik straightline leadership in type te krijgen van die auto-aanvullingen. En dan werd er of cult of secte. Werd mm. er automatisch Besondig aangevuld. Dat zal nog steeds wel zijn, ja. Ik hoop het. Uh, daar houdt een deel van de magie in stand. Maar besef goed: <laughs> Sorry, hoor. in een cult, in een secte, wordt je verteld hoe je moet denken. Ja. Terwijl, wat is vrijheid en hoe help je mensen het beste? Dus ze kritisch te laten denken, maar hun eigen denken te laten ontwikkelen. En hun eigen waarheid te laten creëren. Hm. Dat, dat is in de kern wat we doen. Hm. En zelfs in deze podcast. Dat is wel leuk, Dan. Want dan zou je eigenlijk kunnen stellen dat. Um... Uh, in, de, in ieder geval in de Nederlandse maatschappij, de regering eigenlijk bijna aandringt op het zijn van een cult. Want daar wordt je verteld hoe je moet denken in plaats van. Dus je je, hebt, je hebt een aantal dingen waar je verteld wordt hoe je moet denken. Als het gaat om uh, bijvoorbeeld gender, tegenwoordig, wordt je verteld hoe je moet denken. En als jij anders denkt, dan kan de andere partij behoorlijk agressief worden. Er wordt je verteld hoe je moet denken over het klimaat. Er wordt verteld hoe je moet denken over de oorlog tussen Oekraïne en uh, Rusland. Dan word, je, dan, dan word je van alles verteld. Ja. En, en ik zeg, uh, hetzelfde als nu met al die oorlogen. Weet je, gebruik je eigen verstand. Gewoon verdiep eens, lees eens, creëer je eigen denken. Ja, of niet, maar hou je er dan ook niet mee bezig en doe geen uitspraken. Ja, dat vind ik de andere kant. Want we, we, we en dat is misschien altijd al zo geweest, maar we leven nu in een tijd op steroïden in ieder geval, waarin iedereen de behoefte heeft om zijn mening te verkondigen... terwijl die meningen over het algemeen... gewoon niet gestaafd zijn op feiten. Ze hebben geen idee waar ze het werkelijk over hebben. Ze hebben alleen iets moois gehoord ergens. En dat kan aan de ene kant zijn... kan aan de andere kant van het spectrum zijn. En dat wordt gewoon nagepraat. Omdat degene die zij hey, volgen... Wat, 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 nou wat dat betreft wat het is het heeft. leven in een hele maffe wereld. We, ja. we het, of in deze podcast... of de vorige over Greta Thunberg. Dat is een of ander... ik weet niet hoe oud ze tegenwoordig is... maar dat is een meisje... En Anand, die moeten we allemaal aan gaan hangen, want die vertelt ons de waarheid. Met alle respect. Wat de hel weet jij nou? Ja. Dan ben, je ja. op, dan ben je ja, serieus. Nee, ik serieus. Ja. En als je gaat kijken, vroeger waren filosofen krachtige mensen. Ja. Marcus Aurelius, een keizer. Weet je wel, groots leven. Krijgt met een hoop te maken, met een hoop te dealen. Leeft wat hij opschrijft. Tegenwoordig, de filosofen van vandaag de dag zijn van die theewaterfilosofen hebben al een zogezegde wijsheid uit boekjes zonder echt levenservaring, zonder een groots leven. En die spreken over wat ze geloven, niet over wat ze leven. Dus wat dat betreft gaat ons denken en ons kwaliteit van denken, als je dan kijkt, Marcus Aurelius, hoe lang dat geleden is, en je kijkt hoe we vandaag de dag denken, dan hebben we een stuk meer mentaal overgewicht, en we zien niet meer zo helder en we denken niet meer zo helder als op zijn minst zou we jezelf. Ja, en, en, en dat kan wel, hè? Ik bedoel, je Zeker. kunt jezelf in deze maatschappij creëren als iemand die dat uh, besluit wel te gaan doen. En nogmaals, als er dingen zijn waarvan je denkt, ja, maar ik ga me daar niet allemaal in verdiepen in die oorlogen. Oké, okay, fine, maar then let it be. Gewoon hou je er dan ook niet mee dan bezig. Dan heb je gewoon simpelweg een ongegronde mening. Uh, en een en dat is ook prima. Ja, precies. En een gegronde mening een eentje die gestaafd is op. Realiteit, Precies. realisme verband. We gaan niet je best doen om je ongegronde mening te verdedigen. Ja. All right, so where does the average person's best thinking arise from? Meneer Johan van der Put, waar komt het beste denken van de gemiddelde mens eigenlijk vandaan? Twee dingen. Eén, um, vanuit de positie waar iemand vandaan komt. Mm -hmm. Denk aan owner-victim, een van de basisdistincties van straight line leadership. Ja. Dus dat je denkt vanuit de inner stance waar je komt. En het wordt gevoed door um, standing transparent realities en standing transparent beliefs. Dus als jij een standing, transparent belief hebt, en standing staat voor actief. Dus op dit moment, China has a standing army against Taiwan. Dus een actief leger wat nu focust op Taiwan. Um, is standing. Dan transparent is. Onze glazen was er, was er gisteren. Doorzichtig. Dus ja, al onze ramen zijn zien. doorzichtig. Ja, en we hebben van die grote, hoe noem je die deuren die wij in de hal hebben. Ze heeft een naam. Taatsdeuren, Taatsdeuren ja. Hmm. Eh, met veel glas. Dus laatst was er iemand op bezoek. En die liep vol tegen de glazen deur aan. Klopt ja. ja. En, die, en die, die vroeg vervolgens. Nee, vervolgens <laughs> deed zijn vrouw hetzelfde later op de avond, weet je nog? Oh, de, oh wacht. En, en die vroegen toen. Uh... Oh, zij allebei liepen tegen ja, de deur Ja, aan. Ja, ah. ja, en zij, zij vroeg toen. Oh, bij hoeveel mensen is dit al gebeurd? Dat was eigenlijk alleen onze dochter en onze hond. <laughs> en jullie <laughs> maar twee nu. Zo schoon waren onze ramen. Oftewel exact. transparant. Exact. Dus ja. je kunt niet meer zien dat er een raam in zit. Dat is transparant. In dit geval, dat geloofssysteem. Het is actief en het is transparant, dus je ziet het niet meer. Je ziet vanuit het geloofssysteem, niet door het geloofssysteem, en dan zou je het zelf kunnen zien als vuil op een raam. Dus als jij um, het staande, het actieve, transparante geloofssysteem hebt, je kunt nooit meer vragen dan 25 euro per uur voor mijn werk, dan zul je leven in een standing, transparent reality, waarin je denkt, alles is duur. Ongelooflijk. En waarin Denk, mensen waarschijnlijk nog zeuren over het feit dat ze je 25 euro per uur moeten betalen. Ook ja, dus een Standing Transparent Reality is het gevolg van een Standing Transparent Belief. Laten we eerlijk zijn: er zijn 7 miljard mensen die luisteren naar deze podcast. Besef goed, dat wij leven hier met z'n allen op dezelfde aarde, dezelfde planeet, dezelfde wereld. En niemand ziet dezelfde wereld. Iedereen ziet zijn of haar wereld gevormd door je standing transparent realities. Eerlijk, hier um, moeten we niet te lang niet bij zeggen. stilstaan, aangezien nee. uh, als je die af wil breken voor jezelf, vergt wat tijd en onderzoek. Ja, nou ja, goed, dit is natuurlijk waarom sommige mensen al uh, ruim zeven of acht jaar bij ons aangesloten zijn uh, in onze lidmaatschap, omdat dit de zaken zijn die, die nou, niet, niet specifiek dit, maar dit zijn onder andere de zaken die je onderzoekt en die je ontdekt bij jezelf. En uh, pas op het moment dat je ze ontdekt. En je ze ziet en je bereid bent om ze te erkennen, zullen ze je leven niet meer runnen. Ja. Tot die tijd, alles waar je je niet bewust van bent, runt je leven. Alles waar je niet bewust van bent in jezelf, alle. Um, uh, je, 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 nou, yeah. Your best thinking is what got you to where you are today. Je beste denken runt je leven. En als je niet bereid bent om ooit je beste denken te onderzoeken. Dan zal het voor eeuwig en altijd je leven blijven leven. En dan zul je gewoon meer krijgen van dat wat je tot nu toe hebt. Wil je blijven bouwen? Wil je een groter leven, een krachtiger leven, een andere omgeving of whatever it may be? Dan zul je bereid moeten zijn om je beste denken in twijfel te trekken en een nieuw beste denken te creëren. Zeg ik dat goed? Dit zeg je uitstekend, Mandy. Nee, ja, dus de, de opzomming. Niks aan toe te voegen. Niks aan toe te voegen. Dan, um, ja, dan, dan zou ik zeggen. Mag ik zeggen, succes met het onderzoeken van je beste denken? Of, uh... Tegen mij? Of heb je het naar de nee, luisteraar? Tegen de luisteraar. Jazeker. Succes en heb fun ook. Have fun. Het, is, het is een, ben ik van mening, een leuk spel. Sommige mensen doen alsof het allemaal zwaar en moeilijk is. Maar het is, het is leuk, en fascinerend, en interessant om te ontdekken. Hoe je jezelf gecreëerd hebt en, en hoe je de wereld om je heen gecreëerd hebt. Ja, Dat heeft slot, invloed op hebt. Als je mensen toch uitnodigt om uh, zaken te bekijken en te ontdekken bij zichzelf, weet één ding: zodra je iets ontdekt en je pakt het vast, kun je het loslaten. Dat betekent, uh, dan kun je het loslaten. Het stopt je leven te beheersen. Het stopt je denken te beheersen. En dan pas kun je het vervangen met iets nieuws. Oké, okay, dankjewel. Dus ga ontdekken, pak het vast. En laat het los, zodat het je leven niet langer hoeft te runnen. Tot volgende week, dan zijn we er weer met hoofdstuk 9. A balanced life is overrated. En niet zo'n beetje ook, tot volgende niet week. Niet beetje ook, tot volgende week. Bye. De Straight Line podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart... met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was... Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line podcastreeks. En die staat in het teken van het boek In Our Stance. Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het Innerstens Boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.